In navolging van het bezoek dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, vorige maand aan president Chandrika Prasad Santokhi bracht, is op dinsdag 12 oktober 2020 een delegatie eveneens uit de VS in Suriname aangekomen. Deze delegatie heeft na aankomst gesprekken gevoerd met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Vervolgens maakte de Amerikaanse afvaardiging haar opwachting bij president Chandrika Prasad Santokhi. De communicatiedienst Suriname legde het volgende voor u vast. Wat is het belang geweest van dit bezoek? Het is een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van 5 verschillende agencies, agentschappen, instituten van de Amerikaanse regering. Het meest belangrijke was wat we noemen de Development Finance Corporation. Die doen aan ontwikkelingsfinanciering. Ze waren hier eigenlijk in vervolg op het bezoek van secretary Pompeo van een maand geleden, waarbij afspraken zijn gemaakt om te kijken hoe de Amerikaanse regering Suriname kan ondersteunen op financieel technisch gebied. Dus nu was deze missie hier. We hebben eerder een gesprek gehad met de minister van Financiën, de minister van Openbare Werken en ikzelf met de delegatie, meer op technisch niveau. En daar is afgesproken dat de Amerikaanse regering mogelijkheden heeft om op kort termijn een aantal faciliteiten beschikbaar te stellen. Financiële faciliteiten. Die zijn er met name op het gebied van het Agrarisch Kredietfonds en ook op het stuk van kleine en middelgrote bedrijven. Dus dit zijn faciliteiten waarbij dus leningen verstrekt kunnen worden aan kleine ondernemingen in de agrarische sector dan wel in de andere sectoren om een stukje ontwikkeling op gang te brengen, werkgelegenheid te creëren. Daarnaast is gekeken naar schuldverlichting. De mogelijkheid bestaat om in samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten ondersteuning te vinden voor wat betreft het saneringsprogramma welke de minister van Financiën heeft uiteengezet in het parlement. Dat is belangrijk in het kader van het traject naar de IMF. Dus er is over een aantal zaken verder gesproken. Omtrent grote projecten die mogelijk gefinancierd zouden kunnen worden. Maar die gaan wat meer tijd in beslag nemen omdat je daarvoor heel wat studies moet doen. Maar de Amerikaanse regering is dus geïnteresseerd in een stukje economische ontwikkeling. Ze hebben wederom bevestigd dat ze in Suriname een partner zien. Dat ze blij zijn met de nieuwe regering en de wijze waarop de nieuwe regering probeert zaken aan te pakken. Uiteindelijk gaat het bij hun om een stukje economische ontwikkeling, hebben ze aangegeven. Voor ons is het belangrijk dat we middelen hebben die het Surinaamse belang kunnen dienen. En in dit geval zien we die wel degelijk aanwezig. Na dit gesprek zullen we de komende week met de Amerikaanse ambassadeur hier te landen zitten om sommige van die afspraken die zijn gemaakt verder in detail uit te werken. En vanaf dat moment zullen we dus wat overeenkomsten moeten tekenen als het gaat om kredietfaciliteiten. Met name die kredietfaciliteiten die een stukje ontwikkeling in de sectoren, in verschillende sectoren kunnen brengen. Maar belangrijker nog, inkomen en werkgelegenheid kunnen creëren.